Dit recept heb ik van het weekend gemaakt. Brik, een Tunesische snack, meestal geserveerd tijdens lunch. Echt heel erg lekker. De combinatie tussen tonijn, ei en lumpia werkt echt perfect. Het begint allereerst met het aanfruiten van de ui. Op laag vuur, gedurende 4-5 minuten. Dan is die mooi glazig geworden. Dan vermeng je de kappertjes, koriander, peterselie, de tonijn en de uien met elkaar. Die brengen we smaak met peper en zout. Dan doe je 1 à 2 eetlepels van het mengsel midden op het lumpia vel. Dan maak je daar een kuiltje in. En daar breek je dan een ei in. Zorg wel voor dat je dit op het laatste moment maakt. Anders gaat het lumpia vel echt plakken. Krijg je niet meer mooi dichtgevouwen. Dan klop je 1 ei los. Alleen het eiwit. En daar smeer je dan de randen mee in. Dan vouw je hem dubbel tot een driehoek. Dan druk je de randen heel stevig dicht, zodat er geen lucht meer bij kan. Dan verhit je een bodempje olie in een pan. En daarin bak je dan de lumpia's of brik gedurende 1 à 2 minuten goudbruin. Laat uitlekken op keukenpapier. Een heerlijke lunch.